Dat is altijd een triest gezicht zo, hè? Zeker. Een triest gezicht. Nou, ik ben hier eigenaar geweest. Nou, ik ben hier van 36 tot 6 jaar terug hier geweest, tot 1980, af 2010. Dus ik heb hier 70, 75 jaar gewoond. Dat had ik niet gedacht dat het zo'n eind zou krijgen. Nee. De voormalige aardappelschuur van Piet staat al een tijd leeg, maar jarenlang stond het vol met piepers. Piet heeft met heel veel plezier op het land gewerkt. Buurman Bertus hielp hem wel eens. Ik werk hier veel. Ja, bij Bergmans zijn mijn buren. Ada en Piet zijn mijn buren. We deden samen met aardappelrooien en zo en dergelijke, dus deden elkaar helpen. Triest zo, triest. Ja, ik bedoel, kijk, je weet nooit hoe het gebeurd is. Maar ja, kijk, ik vind als iets in de brand gaat, is het toch nooit leuk. Wie de eigenaren van het pand nu zijn, is onbekend. Piet heeft in ieder geval mooie herinneringen aan zijn 75 jaar op de Medemblikkersluisweg. Ik heb hele mooie herinneringen eraan, ja. Ja, dat zeker weten. Dan, hier ligt je leven, hè. Ik weet wat ik hier uitgehaald heb. Ja. Altijd met plezier gewoond en gewerkt. Dus gewoon zonde, ja, zonde.